Ik ben eigenlijk mijn hele leven helemaal gek geweest van dieren. En ik heb ook een hoop gehad. Van ganzen tot gekko's en baardegamen tot varkentjes. Maar ik ben er ook een hoop kwijtgeraakt omdat ze overleden zijn. Nou vroeg ik me af, wat moet je nou eigenlijk doen als een dier doodgaat? Het ligt er heel erg aan hoe speciaal het dier voor jou was. Je kan je dieren in de tuin begraven bijvoorbeeld. Maar grote dieren, zoals bijvoorbeeld een paard of een hond, die kan je ook laten cremeren. En nou moet ik eerlijk zeggen dat elke keer wanneer een dier overleed, deed het weer pijn. Soms ook op een andere manier, maar elke keer deed het pijn. En nou vroeg ik me af, hoe moet je eigenlijk omgaan met het verdriet van het overlijden van een huisdier? Hoe je daarmee omgaat is echt voor iedereen anders. De een vindt het fijn om erover te praten of veel te knuffelen. Maar sommige mensen vinden het ook fijn om het juist in zichzelf te houden. Sommige mensen hebben verdriet van de binnenkant, wat je niet kan zien. En sommigen laten het liever zien naar buiten. Maar welke je ook kiest, het is allemaal goed. Oké, goed om te weten. Want